Welkom bij het wekelijks nieuws van RTV Slingeland. Wethouder Rick Gommers opende afgelopen vrijdag 10 oktober een modelwoning aan de Kastanjelaan 21 in Winterswijk. Deze huurwoning staat een model voor de mogelijkheden om energie te besparen. Onder andere door isolatiemaatregelen. In de 5 dagen tijd ging de woning van energielabel E naar energielabel B. Met behulp van subsidie vanuit de provincie wil de woningcorporatie de woonplaats ruim 200 woningen voor het einde van 2015 duurzaam maken onder het motto Dikke Jas. Op deze wijze verricht wethouder Gommers de opening van de modelwoning van energielabel E naar energielabel B, een forse verbetering. Meneer Loning van Wijning, u bent het bedrijf dat de energiebesparende maatregelen uitvoert. Wat voor investering is er per woning gemoeid? Dat ligt een beetje aan het type woning wat er gerenoveerd wordt. Want in feite is elke woning is weer anders. Maar goed, je praat tussen een investering, even heel globaal, tussen de 9 en 11.000 euro zeg maar, om het jasje, om de woning te verduurzamen. Ja, want u noemt het dikke jas, dus er komt een dikke jas omheen. Er komt een dikke jas omheen, dus het woord dikke jas zegt alles in feite. De provincie Gelderland doet er een aardig schepje bij. Hoeveel is dat per woning? Dus 9.000 euro per woning, zeg maar, een soort investeringsimpuls. Dus ja, met oogmerk op de verduurzaming van de woningen. En ben je natuurlijk een stukje werkgelegenheid wat daarmee gemoeid is. Werkgelegenheid in uw bedrijf bijvoorbeeld? Ja, werkgelegenheid in ons bedrijf. Hè, vanuit Eibergen richting Winterswijk. Nou ja, dat is op fietsafstand om zo maar te zeggen. Dus voor ons een welkom project in deze tijden. Meneer Van der Veen van de Woonplaats. Dit betekent uiteraard ook iets voor de huurprijs van de woning. Want het kan niet anders of die kosten moeten voor... Even los van de provinciale subsidie, die kosten moeten terugverdiend worden. Ja, dat klopt. De kosten die hier bovenop de subsidie zitten, die worden doorberekend in de huurprijs. En bij deze woning zijn die kosten zo'n 17 euro per maand die bovenop de huurprijs komen. Dat is vele malen minder dan de winst die je hebt met de besparing van je energierekening. U zegt vele malen minder. Dat betekent dat er misschien wel 50 euro energielasten bespaard wordt. Anders is het niet vele malen minder. Nou, we praten hier over een bezuiniging die je kan halen tussen de 25 en 40 procent. Daar wordt van uitgegaan. Het heeft natuurlijk ook te maken met hoe de bewoner zelf omgaat met zijn energie en met zijn stroom. Maar als je gemiddeld uitgaat van een soort Nibud gezin, dan moet je dat kunnen halen. Dit project is gebaseerd op zo'n 200 huurwoningen in Winterswijk. Wanneer moet het klaar zijn? Nou, de planning is dat wij volgend jaar, dit jaar sowieso en volgend jaar helemaal gebruiken voor de investeringen. De subsidie loopt tot en met begin 2016. Dus het merendeel van de woningen zal volgend jaar gedaan moeten worden. En dit jaar zijn de eerste woningen worden opgeleverd. Die subsidie, geldt die ook voor koophuizen? Want u roept ook mensen met een koopwoning op om mee te doen met dit project. Moet ik eerlijk zeggen, weet ik niet. Maar u wilt wel graag dat de koopwoningen, en dat zei de wethouder trouwens ook, dat die mee gaan doen. Meneer Loning, kunt u die koopwoningbewoners wat aanbieden op dat punt? Nou ja, het gaat om het enthousiast krijgen van de buurt, van de bewoners. En dat soort elementen wat daar thuis horen, zeg maar. En daardoor, we zijn bezig met een soort olievlek. Hè. Dus deze modelwoning is zeg maar de eerste stap. En van daaruit gaan we proberen zeg maar, de rest van de buurt mee te krijgen, enthousiast te krijgen. Met persoonlijk op maat gemaakt advies. En met een gezonde commerciële inslag. Natuurlijk, dat hoort erbij. Maar daar wil ik ook wel eventjes nog op ingaan. Want het is een hele opgave om die stap te maken naar label B. Met wat Henk al zei, tussen de 9 en 11, 12.000 euro aan investering. De bouwwereld heeft het begin dit jaar gezegd, dat kunnen wij nooit halen. En toch is het zo, door de innovatie en toch vast blijven houden aan die labeling, dan zie je dat er heel veel vernieuwing komt in die bouwkolom en daarmee ook een grote prijsverlaging. En je ziet hier het resultaat dat het wel mogelijk is voor die prijzen. En ik verwacht dat in de komende tijd nog wel een verdere daling zou komen van die prijzen. Plannen voor een vrije spoorzone. Winterswijk heeft plannen om de spoorzone een vrijer uiterlijk te geven en dan met name het gebied tussen het spoor bij het station en de parallelweg. Hiervoor staan 4 projecten op stapel. Deze kunnen nog wel wijzigen, bijvoorbeeld omdat burgers en bedrijven met suggesties komen. De volgende plannen werden vorige week gepresenteerd. Allereerst komt er een nieuw busstation aansluitend aan het spoorperron tegenover het oude busstation. Daarvoor worden de fietsenstallingen verplaatst.
Dit plan wordt in ieder geval uitgevoerd. De parallelweg wordt in twee losse rijstroken met een groenstrook ertussen aangelegd. Dat is een dure klus waarvoor op provinciaal geld wordt gerekend. Het gaat om de weg tussen het Gerrit Komrij College en de Industrieweg. Dan is er een plan om een fietspad aan de noordkant van het spoor door te trekken naar de Woldstraat. En de uitvoering daarvan zitten wat haken en ogen, want op sommige plekken is er sprake van een forse bodemverontreiniging. Ten slotte, en dat plan is al in een vergevorderd stadium, want het moet er eind 2015 zijn, wordt het Openbaar Vervoermuseum Transit Oost gebouwd. Eerdere tekeningen lieten een modern gebouw met een rond dak zien, maar nu is er sprake van een ontwerp met een wat antieke uitstraling. Het is nog niet zeker of het inderdaad zo zal worden uitgevoerd. De scholieren van het Gerrit Komrij College zamelen geld in om scholieren in Afrika letterlijk in het fietszadel te krijgen. De leerlingen zullen u deze week tussen 13 oktober en 17 oktober vragen om varkentjes te wassen. Dit wordt gedaan door varkentjes te krassen op een krasvel. Het bedrag dat tevoorschijn wordt gekrast houdt de bijdrage in die gedaan mag worden. Dit bedrag varieert tussen de 50 cent en de 3 euro. Door mee te doen aan deze actie steun zullen er niet alleen 200 fietsen kunnen worden gefabriceerd vanuit het Bike for School programma, waarmee de leerlingen in Afrika naar school kunnen fietsen. Ook wordt werkgelegenheid gecreëerd. Voor de tweede keer houdt het Gerrit Komrij College een actie voor fietsen voor scholieren in Kenia en Oeganda. Meneer Kubbe, vanwaar deze tweede actie? Omdat de link met school heel duidelijk is. Het is ook heel duidelijk dat kinderen in Afrika ontzettend profiteren van die fiets. We hebben ook gezien dat het daadwerkelijk resultaat oplevert. We hebben hier de directeur van de stichting gehad. Die liet wat cijfers zien. Als je ziet dat het aantal drop-outs in Afrikaanse scholen puur door die fiets in die plaats waar die fietsprojecten hebben gezeten, dat enorm is afgenomen. Nou, dat is natuurlijk een geweldig doel. Maar de fietsen zijn relatief goedkoop om te maken. Het kost €120 per fiets. Dat is dan de kale fiets. Hè. Mm-hmm. Dan moet je wel denken dat dingen als een versnelling of een verlichting, dat komt er wel nog bij. Maar de kale fiets kost €120 en het is echt een fiets die heel geschikt is voor de Afrikaanse wegen. Is ook echt door studenten van de Universiteit in Delft is die ontwikkeld, die fiets. En prima fiets voor daar. Ja. Is het zo dat als de scholieren van school afgaan dat de fiets weer ingeleverd moet worden, mogen ze hem houden? Nee, ze mogen ze houden. Ze hebben ook daadwerkelijk zelf een kwart van de fiets zelf afbetaald. Ze betalen iets van 10 cent per dag. Dat is veel minder dan wat ze in het verleden kwijt waren aan transport overigens. Naar school. Dus ze betalen 10 cent per dag. Dan betalen ze een kwart van de fiets af. De overige drie kwart wordt echt door het project gefinancierd. Nou is het zo dat straks leerlingen van het GKC de fietsen gaan overhandigen. Hoe zit dat in elkaar? Want dat kost nogal wat geld. Ja, dat klopt. Wij hebben ervoor gekozen dit jaar om leerlingen daadwerkelijk als ambassadeur af te vaardigen naar Kenia, dan wel Oeganda. Dit omdat het toch altijd wat meer indruk maakt als je zelf ziet, als je zelf rondloopt in zo'n land en je ziet wat er gebeurt en je praat met die kinderen. Dus we vonden dat ook een belangrijk leermoment ook voor onze leerlingen. Dus we vonden het heel belangrijk dat ze daar zelf een kijkje gingen nemen. Nou, wat betreft de financiering daarvan, we hebben met de stichting overleg gehad en zij zeggen, nou, die ambassadeurschool is voor ons ook erg belangrijk, want wij willen natuurlijk ook dat binnen Nederland dat project veel meer gedragen nog gaat worden. Dus wij zouden het heel erg prettig vinden als die leerlingen ook weer terugkomen en gaan vertellen over wat ze hier hebben meegemaakt. Over het project en hoe belangrijk dat is. Dus zij krijgen ook echt een rol voor die stichting. Jullie zitten in de stuurgroep. Waarom ben je daarin gaan zitten? Wij zijn ervoor voor gevraagd. Ja. Allebei. Omdat wij allebei wel veel ons, ja, wij kunnen zich ons daar wel voor inzetten. Vertel jij even iets over de actie die deze week aan de gang is. We krijgen allemaal een boekje met daarin varkentjes. En dan moet je langs de deuren gaan en daar moeten de mensen een varkentje krassen. En onder die varkentjes die je gekrast hebt staat een bedrag tussen de 50 cent en 3 euro. En voor als een cadeautje, zeg maar, voor de mensen die het gekrast hebben, krijgen ze een waardebon voor bijvoorbeeld een pretpark of voor zoiets waarmee ze korting kunnen krijgen. Mm-hmm. Jij had niet in de gaten dat ook leerlingen daar deel van konden uitmaken, Pierre? Nee, ik wist op het moment dat de stuurgroep tot leven werd
Ja, het leven in de stuurgroep werd geblazen. Wist ik niet dat die bestond. En toen ik daar kreeg ik afgelopen vrijdag kennis van. En toen dacht ik, ja, daar wil ik graag deel van uitmaken. Dus toen heb ik geïnformeerd en gesolliciteerd en nu zit ik erbij. Ik bedoel, het geeft een kans voor iedereen om naar Kenia te gaan. Mm-hmm. En in principe is dat wel iets geweldigs om die mensen daar te helpen en daar gewoon te zijn. Het is wel kennis opdoen. Oké, okay, dankjewel. We hopen ook mensen echt veel varkentjes krassen. En ook zeker komen kijken op onze bazaar en Afrikaanse week. En dat is dan voor de kerst? Dat zal voor de kerst zijn, de week voor de kerst, ja. Ja. Goed, dan sluiten we hiermee af. Heel veel succes met deze actie, jullie allemaal. Ja, dank u wel. En wie weet spreken we jullie als we naar Kenia geweest zijn. Nog eens een keertje weer. Ja, dank je wel. Ja. Dan straks in onze rubriek Uitgelicht. Afgelopen vrijdag 10 oktober vierde de muziekvereniging Concordia in Kotten haar 95-jarig bestaan. Dit werd gevierd voor een volle zaal in Theater De Storm. Ook de muziekvereniging Sint-Jan in Meadow vierde haar jubileum. Ter ere van haar 85-jarig bestaan werd er zaterdag 11 oktober een eerste jubileumconcert gehouden in de kerk van Meadow. Deel 2 van dit jubileumconcert zal op 25 oktober aanstaande plaatsvinden bij Spiekerman in Meadow. Onze Frans Rupert was hierbij en u ziet hier dus meer over in Uitgelicht. Wat u ook ziet is het leukste huisdier van Gelderland. Op zondag 5 oktober werd bekendgemaakt dat de familie Sonderen uit Winterswijk het leukste huisdier van Gelderland in huis heeft. Om te zien of Brutus, het huisdier, nu ook werkelijk zo'n leuke hond is, gingen Frans Rupert en Nico Timmer bij hem op bezoek. Hoe Brutus zich gedroeg, kunt u dus ook zien in Uitgelicht. En dan verder ziet u ook Gerard Vertelt. En een portret van de ondernemers Arie Jansen en Ron de Jong. Verder ook deze week weer de muziekclip. En deze week is dat Dead Flowers. Verder, jullie zien mij even niet meer voorlopig. Ik moet eerst een kindje op de wereld gaan zetten. Dus tot in het nieuwe jaar.